Yo mensen! Allemaal gelukkig nieuwjaar! Ja, allemaal de beste wensen. Ja. En ik hoop dat jullie het leuk hebben gehad met oud en nieuw. Wij wel. Ja. En we hebben alle vingers nog. Zeker. Ogen doen nog. Geen schrammetje hebben we. Nou, het was een mooi jaar. YouTube ging in één keer best wel hard. We hebben veel abonnees erbij gekregen, dus bedankt daarvoor. Ja, echt hartstikke super. Ging echt als een trein. Nou, wat kun je van ons verwachten in het nieuwe jaar? We kunnen niet zoveel vuurwerkvideo's maken momenteel. Ik denk dat we wel af en toe doorgaan. Maar ik denk als we nu vuurwerk in de tuin afsteken, dan worden we door de buren uit ons huis getrokken en ook zijn boom opgehangen. Want ze zijn wel een beetje klaar met ons. Maar wat kun je nog meer verwachten? Nou, we zijn sowieso fan van schieten en met de luchtbugs en alles. Dus dat zullen we verschillende keren gaan doen, denk ik. Gaan we mooie dingen kapot schieten en zo, of gekke challenges. Ik vind het ook leuk om interactief te zijn met, dat was Huub, met de kijker, dus giveaways. En ik zit eraan te denken om één keer in de week live te gaan. En dan kunnen de kijkers inbellen en dan kunnen we vragen beantwoorden. Misschien ook wel leuk. Nou, natuurlijk als jullie nog ideeën hebben, laat het weten in de comments. Ja, zeker. Goed plan. We hebben dus een hoop abonnees erbij en we zijn redelijk hard op weg om ook geld te gaan verdienen met YouTube. Ja, dat zal in het begin nog niet veel zijn natuurlijk. Maar dat is allemaal dankzij jullie mogelijk. Mochten we ooit zover komen dat we echt geld gaan verdienen, dan gaan we dat ook teruggeven. En dan gaan we allemaal gekke dingen bedenken en winacties en dat soort dingen allemaal. Nou, als jullie onze video's leuk vinden, kijk vooral door. Dan halen we de kijktijd, dan kunnen we geld verdienen en nog leukere dingen doen. Ja, want je moet om geld te verdienen moet je minimaal 1000 abonnees hebben. Maar je moet 4000 kijkuren in een jaar hebben. En dat klinkt, ja, niet veel, maar geloof me. Dat is best wel echt wel heel erg veel. Nou, dan wou ik nog wel één dingetje zeggen. Ik vind dat iedereen heeft recht op zijn eigen mening. En die mening hoeft niet per se mijn mening te zijn. Dus je mag het ook gewoon niet eens zijn met mij of ons. Dat is allemaal prima. Maar wat me wel opvalt is dat er best wel redelijk veel haatreacties zijn op YouTube. En daar ben ik best wel van geschrokken eigenlijk. En ik denk, ja, waarom zou je dan überhaupt de moeite nemen om een haatreactie te schrijven? En ook nog wel soms zo dat ik denk van, nou, dat gaat wel heel erg ver. Maar ja, moeten jullie allemaal zelf weten. Ik bedoel, wij doen het alleen maar met goede bedoelingen. En we hopen dat jullie het leuk vinden. Nou mensen, tot de volgende video. Like even. Later. Doei.